Tijdens het weekend van 29 en 30 september presenteert de gemeente Wezel zich aan de wereld tussen het kleurrijke groen op de Floriade in Venlo. Speciaal voor die gelegenheid zal voor het eerst in de lange historie van het draaksteken de Wezelse draak buiten het dorp worden getoond aan het publiek. Vrijdag moest de draak via een speciaal transport vervoerd worden van Wezel naar de Floriade in Venlo. Via de rotonde aan het einde van de A73 kwam het drakentransport dan ook voorbij aan een 10 meter hoge stalen draak van kunstenaar Rick van Rijswijk. Een bijzonder plaatje waarvoor de chauffeur van het transport graag een rondje extra op de rotonde draaide. Op zaterdag en zondag kan het publiek dan de strijd van Wezel tegen de draak met eigen ogen aanschouwen op de Floriade in Venlo.